Na meer dan 30 jaar zich ingezet te hebben voor de VVV, zal Marlies Dreesen op 30 juni met pensioen gaan. Als dankie voor heeft ze een blijvende herinnering gekregen op haar favoriete plek in Breda, de Willemerkstuin. Breda was niet geweest wat Breda nu is, zonder jouw tomeloze inzet en hoe ver jij Breda hebt gebracht. Dus ik wil jou dit plaatje officieel overhandigen om hier zo meteen samen met mij op het bankje vast te schroeven. Geweldig! Alsjeblieft. Fantastisch! Ik heb de tekst nog niet gezien, maar die ga ik nu lezen. Lies, je hebt nu ongeveer 30 jaar voor de VVV gewerkt. Wat is nou het hoogtepunt in je carrière? Het hoogtepunt in mijn carrière? Voor mij was het vreselijk belangrijk toen ik hoorde dat ik gekozen was als directeur voor de VVV Breda. Dat was voor mij een heel bijzonder moment, want dat heb ik eigenlijk mijn hele leven willen doen. Kwam dat nou vanaf kleins af aan of hoe kan dat? Dat komt omdat ik de eerste jaren zo intensief met de stad bezig ben geweest. En toen dacht ik, als ik nou ooit eens directeur hier kan worden, dan kan ik nog veel meer voor deze stad betekenen. Dus over 10 jaar, hoe ziet Breda er dan uit? Ja, dat blijft de heerlijke, fijne stad. En iedereen van, ja, we moeten dit en we moeten dat. Wij zijn gewoon professioneel bezig met onze stad. En we hebben een heerlijke stad. Als mensen eenmaal de weg hebben gevonden naar onze stad, komen ze altijd terug.